Ja, wat vanavond aan de orde gesteld is, is de zoektocht die we als provincie doen in het kader van de omgevingswet, die omgevingswet die er in 2021 aankomt, om een omgevingsvisie vorm te geven. En wat ik heb proberen uit te leggen is dat we in het verleden al afgelopen coalitieperiode heel veel ervaring hebben opgedaan in het sociale domein met het onderwerp gezondheid, het onderwerp van vanavond. En we zijn eigenlijk op zoek naar een betere verbinding van het sociale, waar we al veel mee geëxperimenteerd hebben, en het fysieke. Tot nu toe redelijk gescheiden sporen geweest in de uitvoering. En kortom, het is een beetje de zoektocht naar een meer integrale omgevingsvisie. En wat ik in het plaatje ook heb willen laten zien, dat er gebeurt al heel veel op gemeentelijk gebied en op gemeentelijk vlak. Maar het is eigenlijk heel goed om de provinciale rol, ook vanuit het fysieke daarboven en wat het Rijk doet, duidelijker te definiëren en dat te vertalen in een bepaalde werkwijze die we samen ook gaan hanteren in de praktijk. En die beter toe te spitsen op de rol die we hebben. Waar we binnen de provincie mee bezig zijn op het gebied van gezondheid. Dat is op zich een nieuw thema in de fysieke context waarin de provincie vaak bezig is met omgevingsvisies en dergelijke. Daar ga ik straks iets meer over zeggen. Dus het is eigenlijk ook een hele zoektocht. Ik heb dat proberen weer te geven in een plaatje. En dat plaatje is eigenlijk een beetje mijn kladblok. Omdat ik sinds enige tijd bezig ben met een verkenning van het thema gezondheid in die omgevingsvisie. En dat is gewoon een zoektocht. Het is een nieuw thema. Dus dat ziet er vooralsnog zo uit. En ik zou eigenlijk graag met u even door dat plaatje heen willen lopen als dat lukt. En het bijzondere is dat Mieke heeft al een beetje de inleiding daarop gegeven om de titel van de leefomgeving, en dat is eigenlijk de fysieke omgeving waar we allemaal dagelijks in verkeren, om die ook positief gezond te maken en daarmee meteen een koppeling te leggen met het positieve gezondheidsthema. Ja, gezondheid is, zoals Mieke al heeft aangegeven, erg aan definities onderhevig, want ja, we gebruiken het woord eigenlijk te pas en te onpas. Het is een containerbegrip. Maar ja, wat bedoelen we dan eigenlijk? Hè? Dat is de vraag. Waar het voor de fysieke leefomgeving begint, is misschien wel dit. Wat is de gezondheid in Limburg en hoe staan we ervoor? En een plaatje wat daar bijvoorbeeld van belang kan zijn, is de gemiddelde levensverwachting in Nederland. Dit is naar Coropregio's verdeeld. Dat onderste plaatje, helemaal rechtsboven, Groningen en ook Zuid-Limburg, dat heeft een wat lichtere kleur. En je ziet de legenda boven dat eigenlijk scheelt, zo'n anderhalf, ietsje meer zelfs, kan het schelen in jaren in levensverwachting. Dus dat is op zich al een goede reden om eens wat beter na te denken over gezondheid in Limburg. Limburg scoort ook op andere gebieden wat lager dan de rest van Nederland. Ik noemde al die levensverwachting. Ervaren gezondheid scoort eigenlijk ook wat minder. Dat heeft allemaal heel veel te maken met leefstijl, zo lijkt het. Onderwijs is ook wel iets waar we lager in scoren. Er is een hogere score in laaggeletterdheid en een laag opleidingsniveau in bepaalde gebieden in Limburg. Arbeidsparticipatie is ook wel een aandachtspunt. Opvoeding, kinderwelzijn, dat blijkt ook uit studies, is een aandachtspunt. En de factor sociaal kapitaal, met andere woorden, ja, hoeveel vertrouwen heeft de burger en hoe participeert hij nou in de samenleving en wat is het saamhorigheidsgevoel, dat scoort ook wat lager, blijkt uit de studies. Daarnaast is het ook leuk om te kijken naar onderzoeken van Universiteit Maastricht en daar kom ik nooit uit de afkorting, de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, precies. Die hebben ook onderzoek gedaan naar laag opgeleide in Nederland ook en wat in Limburg ook speelt. En daaruit blijkt dat laag opgeleide vaker bij elkaar wonen, bij elkaar in buurten, hebben vaak laag opgeleide partners en vervolgens ook laag opgeleide kinderen en zijn vaker werkloos en eenzaam. Problemen die ook in de sociale agenda duidelijk opduiken als aspecten waar die aandacht verdienen. En dit is eigenlijk een soort cirkel die doorbroken zou moeten worden. Dit plaatje om even te schetsen, als we het hebben over gezondheid, waar raakt dat nou eigenlijk allemaal aan? En u bent wellicht wel bekend met het beginsel Triple P, Planet, Profit, People. En in feite heeft gezondheid met al die drie domeinen wel te maken. Hè? Vanuit het sociale hebben we
juist van Mieke al een heleboel gehoord. Dat gaat vaak over participatie, sociale cohesie, opvoeding, zaken, gezonde keuzes maken, leefstijl. Ook al genoemd, arbeidsparticipatie is er ook een. En dan gaan we langzaam in het economische domein. Sociaal-economische status, onderwijs. Ja, het hebben van hobby's en het kunnen betalen van hobby's. Dat hangt allemaal met elkaar samen. En juist aan de fysieke kant speelt die omgevingswet, waar we het vanavond even kort over hebben. Woonkwaliteit, binnenmilieu, ook een onderwerp dat ja, eigenlijk toch wel in opkomst is, omdat we dat vaak onderbelicht is. We hebben overal normen voor, maar niet voor de kwaliteit van de lucht die we dagelijks binnen inademen, terwijl we 80% van onze tijd binnen zijn. Leefomgevingskwaliteit, voorzieningen, al die zaken hangen samen. En er zit ook hier en daar overlap in. En die overlap, daar zijn we een beetje naar op zoek. Gezondheid raakt dus aan heel veel. Positieve gezondheid, ja, dat is al toegelicht. Dus dat sla ik over. Ook de sociale agenda in ons coalitieakkoord is door Mieke al toegelicht. Dat sla ik ook even over. In die sociale agenda van de provincie zit dus gezondheid inderdaad voor het eerst als een duidelijk thema. Daarmee zijn wij als Limburg een van de weinige provincies die gezondheid en sociale gezondheid zo prominent in het coalitieakkoord heeft staan. Dat is al heel bijzonder en we hebben dus natuurlijk al nu gedurende één coalitieperiode daar ervaring mee kunnen opdoen. Dat fysieke domein, dat raakt heel erg aan die omgevingswet waar we het even over willen hebben. En het fysieke domein, dat gaat natuurlijk heel erg over leefomgevingskwaliteit. En waar je dan heel snel ook aan denkt, is milieukwaliteit. En om een indicatie daarvan te geven, onze zorgkosten, dat is wel eens onderzocht, onder door het RIVM heeft daar studies naar gedaan, blijken voor 5-6% ook gerelateerd te zijn aan de kwaliteit van de leefomgeving. Denk aan luchtkwaliteit, dat is een hele belangrijke factor, maar ook aan bijvoorbeeld zaken als geluid en geluidhinder die hart- en vaatziektes veroorzaken. Dus dat gaat wel degelijk ook over gezondheid. En wat je eigenlijk ziet is dat op heden dat een beetje gescheiden sporen zijn. Het hele sociale domein en dat hele fysieke domein. Als we het hebben over dat klassieke milieukwaliteit, dat klassieke domein. Ik heb er even wat kreten opgezet. Het gaat over regelgeving. Het gaat ook vaak over normen. En het verschil daarin ook van de hele sociale agenda. Dat we daarin vaak praten over verbeteringen, over kwaliteiten. Terwijl die milieukwaliteit die wordt vaak door streepjes gekenschetst. We hebben normen, zoveel dB mag je hebben op een gevel. Dan is het goed en daaronder dan lopen we risico's. Dat is trouwens ook voor een discussie onderhevig. Want bijvoorbeeld geluidhinder, als ik dat voorbeeld even doorzet, is heel erg afhankelijk van de persoon. Dus een persoon heeft veel sneller hinder. En de ander heeft dat juist omgekeerd. Dus dat gaat over normen. Het gaat ook over vergunningen die we verlenen aan bedrijven, waarin ook normen op zijn genomen voor beperkingen aan bepaalde uitstoot, aan bepaald geluid, noem maar op. Het gaat ook over beleidslijnen, verbindingen, vaak programma's die opgesteld worden met een bepaald doel voor verbetering van bepaalde zaken die in de leefomgevingskwaliteit niet goed zijn, al dan niet gebiedsgericht. En het gaat ook over monitoring. Dat is zowel monitoring mensen ondervragen van hoe ervaart u de kwaliteit, hè, dat kan met enquêtes, maar ook, zeker zo belangrijk, gewoon daadwerkelijk meten, het meten van kwaliteit. Monitoring kan trouwens ook vaak in het milieuspoor door berekeningen, want denk aan geluid en aan luchtkwaliteit, dat wordt eigenlijk veel vaker door berekeningen gemonitord, omdat die modellen die we daarover hebben toch wel vrij betrouwbaar zijn, hè, die worden ook wel regelmatig gecontroleerd, onder andere door het RIVM. Dan blijken die een hele goede overeenkomst te geven. Dus dat is ook een praktische overweging om heel veel te rekenen. Ik ga heel eventjes dit hoekje in over die omgevingsvisie, want daar hebben we het de hele tijd over. Wat is nou de reden om een omgevingsvisie op te stellen voor de provincie? Nou, dat is in eerste instantie wordt dat nu ingegeven sowieso door de omgevingswet. Daar ga ik zo meteen nog ietsje meer over vertellen, maar de nieuwe omgevingswet is eigenlijk een bundeling van een heleboel wetten die met de leefomgevingskwaliteit te maken hebben in één boekwerk, zou ik bijna zeggen. En die omgevingswet heeft een maatschappelijk doel. Die heeft namelijk als doel bescherming en garanties te bieden voor een gezond, veilig en prettig leef- en werkklimaat voor burgers en bedrijven.
Dat is een mond vol, maar er staat heel veel in. Hè? Dus even vrij naar de inhoud van de omgeving. Dus ja, dat geeft eigenlijk al aan de provincie min of meer de verplichting van, nou, daar kunnen we mee aan de slag. Evenals gemeenten die dat natuurlijk moeten doen. En het Rijk zelf ook. Die omgevingsvisie, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is dan een integrale, samenhangende, strategische visie voor de lange termijn. Dus we kijken niet alleen over hoe die kwaliteit nu is, maar we willen een beeld hebben op de lange termijn. En we willen dat vooral in samenhang in beeld brengen. Anders dan wat je nu ziet, vaak in beleid, dat je aparte sectoren hebt. De ene groep houdt zich bezig met milieubeleid en de andere met sociale. Wat we binnen de provincie feiten op dit moment ook zien. Dat het vaak nog wel gescheiden sporen zijn. Wat ook heel belangrijk is in die omgevingsvisie, is dat die omgevingsvisie staat naast andere omgevingsvisies. Het Rijk maakt de zogenaamde NOVI, de nationale omgevingsvisie. De gemeenten maken allemaal de GOVI's, de gemeentelijke omgevingsvisie. En de provincie maakt de POVI's. En in feite moeten we daar straks een mooie ct-prikker doorheen kunnen halen. Want dat zijn natuurlijk niet op zichzelf staande zaken, maar die moeten met elkaar correleren. Die moeten met elkaar in verbinding gebracht worden. Dus wat heel belangrijk wordt, en misschien wel meer dan ooit, is zicht hebben op elkaars plannen. Zowel van gemeenten als provincies. We moeten misschien wel meer dan ooit daarover gaan communiceren met elkaar. Dat loopt tot afstemming en samenwerking. En ja, wat ook heel belangrijk is, is dat een eigen identiteit en ambities daarin doorklinkt. Van gemeenten, je let op de specifieke problematiek die in de gemeente heersen, maar ook de identiteit van onze provincie en de identiteit van bepaalde gebieden daarbinnen, in de provinciale gebieden. Nou, die eerste stap in die cyclus, dat is dus juist die omgevingsvisie. In die omgevingsraad. Dit is een poster die hangt sinds kort bij ons in het provinciehuis op de gang. Bij de afdeling ruimtelijke ordening. En jullie zien, we zijn aan het aftellen. En over 21 maanden is die omgevingswet er dus. Maar gaat hij echt komen? Want hij is al een paar keer uitgesteld. Hij is al een paar keer uitgesteld. We gaan er maar vanuit dat het tot na de order komt hij dan. Die datum staat voor zover. Ik heb begrepen nog steeds, maar ik sluit het niet uit hoor. Dan komt hij er. En ja, de planning van onze omgevingsvisie, van onze provinciale omgevingsvisie, ja, die is eigenlijk wel een beetje geënt op deze datum. Dus op 1 januari 2021 is die wet er. En dan moeten we eigenlijk in feite klaar zijn met die omgevingsvisie. Wat is er bijzonder aan die nieuwe wet? Misschien toch even op een paar puntjes even inzoomen. Een van de grote motto's is eenvoudig beter. En dat doelen we op dat er een betere samenhang en afwegingsruimte is. Dat leidt tot betere besluiten, ruimte voor ontwikkeling en het waarborgen van kwaliteit. Dat is wat het Rijk voorstaat met die nieuwe omgevingswet. Wat heel bijzonder is dat er drie nieuwe thema's in zitten. Dat is duurzaamheid, klimaat en energie en last but not least gezondheid voor het eerst. En wat die wet ook wil, dat is dat er meer ruimte is voor maatwerk. Meer ruimte is voor burgerparticipatie ook, dus niet zozeer de overheid zorgt dat het allemaal goed is voor de burger, maar wil juist die dialoog veel meer aangaan. En we willen ook de kosten terugdringen. En dat valt onder het kopje DSO. Dat is het zogenaamde digitaal stelsel van de omgevingswet. En het voornemen is om dat ook eenvoudig en beter te gaan organiseren, opdat dat wat goedkoper uitvalt. Of dat gaat lukken, dat valt nog te bezien. Ik zie enkele van jullie al een beetje. Ik hoor het, dat je sceptisch bent. Ja, nou dat is een hele klus, dat blijkt nu al. Ik denk waar we ons in de ambtelijke wereld tot nu toe allemaal nog behoorlijk in vergissen, is dat laatste regeltje. Dat is dat die hele omgevingswet en omgevingsvisie ook 80% cultuurverandering is en misschien maar 20% over regels gaat. Het is niet alleen beleidsnota's maken, maar het is ook geluisterd naar de burger. Exact, ja, dat is een hele belangrijke. En hoe wisselen we dat uit en hoe doen we dat? Dat maakt het heel moeilijk. Dat is de klus waar we voor staan. Ja, de provincie heeft dus al is stappen aan het maken om die nieuwe omgevingsvisie voor te maken. We zitten nu momenteel een beetje in het traject om zogenaamde bouwstenen te gaan bouwen. En dan gaat het over hoe willen we specifieke thema's uit die omgevingsvisie, denk aan energie, denk aan mobiliteit, denk aan in die omgevingsvisie verankerd zien.
een echte bouwsteen voor gezondheid bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk nog prematuur, want het gaat vooral ook over die discussie die we nog moeten voeren over... Ja, wat is dan straks de inhoudelijke scope van dat thema in de omgevingsvisie die van origine veel fysieker is? Hoe gaan we die verbindingen leggen? Hoe gaan we onze werkwijze inrichten? En dat is wel een hele interessante. We hebben tot nu toe, daar ga ik even snel doorheen hoor, maar in het kader van die omgevingsvisie een aantal regio-bijeenkomsten gehad. Waar we ook een beetje gespeeld hebben met de vraag van ja, hoe... Kijkt u aan tegen 2050. Geef nou eens een beeld van hoe zou de provincie er kunnen uitzien in 2050. Nou, dat bleek voor heel veel deelnemers aan die sessie toch wel een enorme opgave om dat beeld scherp te krijgen. En terecht, want denk maar eens 10 jaar terug, kon je 10 jaar geleden verzinnen dat de wereld er nu zo uitziet zoals die eruit ziet. Want zo snel gaat het. Dat is eigenlijk heel moeilijk. Maar wat je wel ziet is dat er momenteel een aantal drijvende krachten en trends in de samenleving zijn. Dat we dat op een of andere manier moeten vertalen naar een vernieuwd beleid. Ook onder die figuur van die omgevingswet. Herijkte activiteiten. En dat we de situatie 2019 eigenlijk moeten vertalen naar een doorkijk in de verre toekomst. Want dat is immers het karakter van de omgevingsvisie. Trends ga ik niet allemaal met u doornemen. Maar misschien dat u zelf uw favoriete trend eruit kunt halen. Maar... Ze staan regelmatig in de kranten en dat zijn wel de zaken die spelen. Aan de rechterkant bijvoorbeeld dan vooral de klimaatverandering, het hele energieverhaal. Circulaire economie ook heel belangrijk, hè? Het circulaire, een beter omgaan met onze grondstoffen. Digitalisering, een steeds grotere factor in onze samenleving. En speelt overal een belangrijke rol in. Verstedelijking. Ik haal er een beetje wat paar aan de rechterkant uit. Ja, en die ambitie van 2050 is simpel gezegd dan eigenlijk dat we op zoek zijn naar een gezond, welvarend, veilig en duurzaam Limburg. Waarin burgers en bedrijven ervoor kiezen om er naartoe te gaan of er te blijven. Nou, die doorwerking van die omgevingsvisie, dat kan in feite op twee manieren. Wat ik net al zei, bijvoorbeeld aan de hand van omgevingswaarden kunnen programma's een gevolg zijn, maar ook via de omgevingsverordening, waar aanvullende regels op een aantal thema's staan, die de provincie ook weer vertaalt in omgevingswaarden. Dit is heel grofstoffelijk het voorbereidingsproces wat de provincie momenteel voor ogen heeft, voor het opstellen van de omgevingsvisie. Je ziet dat ergens medio vorig jaar begonnen is. Een aantal werkconferenties zijn er al geweest. Er komen er dit jaar ook nog meer. We gaan ook de dialoog met de gemeenten aan. Op een heleboel op die bouwstenen. Maar ook specifiek waarschijnlijk ook nog met aparte sessies voor zaken als gezondheid en circulaire economie. En noem maar op. Dus dat gaat allemaal in de komende maanden gaat zich dat uitvouwen. En het streven is eigenlijk al een eerste concept van bouwstenen en een eerste samenhang te hebben aan het eind van dit jaar. En dan gaan we praten met onder andere de gemeente, maar ook andere stakeholders over de doorwerking van. Hè. Is dit wat we voor ogen hebben en gaat dit functioneren zoals we voor ogen hebben? En zo wordt dat verder uitgewerkt. Even kijken. Dan wil ik, ja. Er zijn dus eigenlijk heel veel sporen die naast elkaar lopen. We hebben het net al gehad over de sociale agenda. Hè, positieve gezondheid als concept. De omgevingsvisie hebben we het gehad. En we hebben het ook gehad over gezonde leefomgeving. En eigenlijk zijn al die sporen bezig met een speurtocht naar hoe kunnen we dat perfectioneren in de uitvoering. Hoe kunnen we dat praktisch maken? Hoe kunnen we dat... Eigenlijk ook doelmatig insteken. En ja, daar is eigenlijk alles voor te zeggen, vinden we tot nu toe met wat we op hebben gehaald, om vooral die trajecten veel meer met elkaar te verbinden, anders dan misschien tot nu toe het geval zijn. Dus die verbindingskansen die willen we vooral gaan opzoeken. Dus de vraag gaat dan eigenlijk, hoe gaan we werken en wat hebben we daarbij nodig? Nou, in dat lokale spoor, daar gebeurt eigenlijk heel veel. Hè. Vanuit de sociale agenda zijn in de wijken lopen er eigenlijk een heleboel projecten. Er vindt al toepassing plaats in stedelijke projecten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld in de stedelijke setting
het project Stad en Spoor in Maastricht, waar eigenlijk ja, bijna naar analogie van het spinnenweb van Machteld Hoeber, een spinnenweb is gemaakt met een heleboel omgevingskenmerken. Het leuke aan dit model is dat er een combinatie is gemaakt van zaken die aan de fysieke leefomgeving raken, aan het klimaat raken, en aan zeg maar, gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. Ja, in dit soort projecten wordt eigenlijk gescoord door burgers aan de hand van onderzoeken hoe het is met bepaalde kwaliteiten. En ja, de uitkomst van zo'n spinnenweb kan dan een handelingsperspectief geven voor welke maatregelen, in welke hoek moet je het zoeken om verbeteringen in zo'n wijk te kunnen bewerkstelligen. Hier wordt al volop mee geëxperimenteerd, dus dat is heel interessant. Er komen ook steeds meer gegevens beschikbaar. Gezondheidsatlas wou ik noemen, ik weet niet of u het wel eens gezien heeft, maar dat kunt u vinden op gezondheidsatlaszl.nl. Dat is een mond vol, maar hè? Gezondheidsatlas Zuid-Limburg. En er is eigenlijk voor elke wijk van de Limburgse gemeenten is een plaatje als dit te vinden, waarin een heleboel over kwaliteiten en gezondheidsgerelateerde onderwerpen te vinden is. He, zo is er gewoon een profiel, de leeftijdsverdeling in een wijk, verdeling in etniciteit, hoeveel eenpersoonshuishoudens zijn het. En aan de andere kant ook, hoe scoren de burgers die wijken nou? He? Is dat een goed ervaren gezondheid of juist niet? En als je dat onderling gaat vergelijken in een aantal regio's in de provincie, zie je dat daar hele kenmerkende verschillen zitten. En dit is natuurlijk een hele goede informatie om straks ook te gaan betrekken bij beleidsplannen en bij programma's die gemeentes en provincies straks ook. Worden die gegevens per jaar geüpdate? Wat ik heb begrepen, wel ja. Ja. Ik kan ook nog erbij vermelden dat sinds kort ook een soortgelijk iets, daar zou ik ook naar kunnen kijken, op rivm.nl. Zijn er ook gezondheidsprofielen die het RIVM heeft opgesteld. Hebben vaak weer een net iets ander accent. Maken deels gebruik van dezelfde gegevens. Maar, en die worden volgens mij ook wel jaarlijks. Waar vooral ook naar gestreefd wordt om die burgers ook te laten participeren in die projecten. En dat is natuurlijk veel interessanter, want je krijgt een hele andere discussie. Je hoort van burgers zelf van ja, hoe ervaren jullie je eigen wijk nou? En je maakt burgers ook veel meer deelgenoot van het werken aan die wijk en aan die kwaliteit. En ja, om de hoek komt dan vaak ook de leefstijldiscussie en andere gezondheidsaspecten die eraan vastzitten. Oeh, kan misschien een beetje erg hard. Eentje terug. Ja, nou ja, dat een beetje in het lokale spoor. Als we naar het regionale spoor kijken, dan... even gezien, sorry, even de verkeerde kant op. Ja, dan is het misschien wel aardig om naar dit plaatje te kijken. Ik zoom nog wat verder in. Als we naar het spinnenweb van Machteld Hoeber kijken, naar het gezondheidsmodel positieve gezondheid, dan zien we eigenlijk dat vooral in dat laagste vlak plaatsvindt. Het is eigenlijk op individueel niveau gedefinieerd, hè, die zes dimensies. En dan zou je kunnen afvragen, ja, wat hebben al die andere instanties die ook zaken doen aan gezondheid, wat hebben die daar dan eigenlijk mee te maken? En ja, om dat misschien eens een beeld te brengen, een beetje geprobeerd dit plaatje te tekenen. En dan zie je eigenlijk dat een heleboel instanties op verschillende schaalniveaus echt met gezondheid bezig zijn. We zien op mondiaal niveau, om ons wat te noemen, de Wereldgezondheidsorganisatie, die onlangs weer een aantal nieuwe normen over fysieke kwaliteit ook heeft gepubliceerd. Op Europees niveau is er ook wet en regelgeving. En we zien heel veel, die wet en regelgeving, dat heeft heel veel te maken met het beschermen. Dus aan de hand van het opstellen van normen voor de kwaliteit van de leefomgeving, ja, grendel je eigenlijk al een beetje af van, daarboven willen we het niet hebben, want dat is niet gezond. Het is in feite ook op gezondheid gebaseerd. Het niveautje daaronder, dat heeft veel met bewaken te maken. En dan hebben we het eigenlijk over monitoring. Dan hebben we het ook over juist die gegevens die we ook net in die gezondheidsatlas en dergelijke zaken. Dat is vooral ook het bewaken van tendensen en ingrijpen op het moment dat we zien van hey, dit gaat niet goed. Of we hebben hier te maken met een wijk of een gemeente of een regio waar bepaalde aspecten gewoon ja, een hele negatieve tendens zien.
En dan zie je dat regionaal bijvoorbeeld de provincie daar wel mee bezig is. De EU-regio vaak ook. We hebben ook pas een heel groot EU-regio-onderzoek gehad. Dat heet de EU-regio-factor, heette dat onderzoek. En daar is eigenlijk ook gekeken naar de link met Noord-Rijn-Westfalen, met Wallonië en Vlaanderen. Om eens te kijken wat is de gemeenschappelijke factor. En kunnen we ook tendensen in de gezondheid in de EU-regio zien. Dus men is daar ook eigenlijk min of meer met dat bewaken ook bezig. Ja, daaronder komen we eigenlijk meer op het vlak van de GGD, die met bevordering, zou ik zeggen, meer bezig is. Ook met campagnes, met andere beleid, met communicatie. En onder dat bevorderingsniveau zit eigenlijk de participatie. Hè? Dat raakt heel goed aan het model van positieve gezondheid. Want wat we juist willen, is die burger ook meer activeren om deel te nemen in die hele discussie. Dus vooral die projecten die op lokaal niveau plaatsvinden nu, ja, die passen één op één daarmee. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de verticale verbinding, dat er een is die we moeten gaan zoeken. En dat bedoel ik dus van boven naar beneden en van onder naar boven. We moeten die burger meer activeren om op lokaal niveau en wellicht ook regionaal niveau deel te nemen in projecten en de dialoog daar samen over te voeren. En ik heb ook al een beetje aangehaald met de gebiedsvisies dat het Rijk met de NOVI bezig is, de provincie met de POVI en die satéprikker, die zit daar natuurlijk ook in. En beide kanten op moeten we die communicatie en die dialoog beter, denk ik, gaan voeren. En dat is ook een van de achtergronden van de omgevingswet. En dan moet je wel alle lagen van de bevolking meekrijgen. Dat is de kunst, ja. En niet iedereen wil daar ook bij betrokken zijn, denk ik. Dat is ook een recht. En het is ook, ja, ik denk ook dat we burgers die daar iets mee willen ook vooral moeten meenemen. Jazeker. Ja, puur even kijkend naar de provinciale taak. En misschien laat ik dat toch even zien. Als we daarover gaan nadenken, wat is nou de rol en taak van een provincie? Als we dat rode vlakje aan de bovenkant nou zien als bijvoorbeeld het coalitieakkoord of de maatschappelijke opgave van de provincie. Dan daar staat dat eigenlijk model voor wat wij moeten doen. Wat hebben we voor opdracht maatschappelijk? En aan de onderkant, aan dat blauwe vlakje, dat staat een beetje het model van wat is dan ons product? Wat leveren wij? Nou, we hebben het al gehad over die omgevingsvisie, die moeten we leveren. Maar het is wel interessant om ervan uit te gaan van welke vorm heeft dat dan? En hoe kan dat optimaal bijdragen aan blokjes die daaronder weer zitten? Er zit ook een blokje van de gemeente weer. En hoe kunnen we een gemeente bijvoorbeeld optimaal bedienen met wat we opschrijven in die gemeente, in die visie? En de andere kant ook weer op. En dan zitten we weer in die ct-prikken. Dan kun je dat van onder naar boven gewoon doen. En we kunnen achter ons bureau gaan opschrijven van we zien dat zo als provincie. En ja, dat is nou juist niet de bedoeling. Want, laat ik eerst dit vertellen. Wat we nodig hebben is een bepaalde visie, lange termijn visie van wat is belangrijk maatschappelijk. En aan de onderkant hebben we ook nodig van, als we die visie dan al hebben, welke instrumenten zetten we dan naar in om dat voor elkaar te krijgen? En daar hebben we natuurlijk in de praktijk, zeker vanuit het sociale agenda, maar ook vanuit het fysiek, eigenlijk al een heleboel instrumenten, werkwijzen, best practices. Alleen daartussenin zou je kunnen zeggen, er ontbreekt misschien nog iets. En dat heb ik even subregionale omgevingsprofielen genoemd. En waarom ontbreekt daar misschien iets? Dat heeft te maken met even het gedachte-experiment. Als je het over gezondheid hebt en je wil alles daarin meenemen, wat dat plaatje wat ik net beknopt al liet zien, met allemaal die domeinen, ja, dan leidt dat tot een discussie die eigenlijk bijna niet te voeren is. Want dan heb je het over alles en dan heb je het eigenlijk ook over niks. En het zou kunnen helpen als we als provincie bijvoorbeeld meer zicht hebben op bepaalde vlekken in de provincie, laat ik het even zo noemen, of grotere gebieden, waar bepaalde tendensen zich afspelen om ons beleid en onze keuzes die je maakt, zeker voor zo'n thema gezondheid, selectiever te kunnen maken. En ik denk dat we daar mogelijk naar op zoek zijn. Dus dat is ook iets wat we zeker in de komende bijeenkomst ook met gemeenten en dergelijke zullen gaan bespreken. Hoort daar ook, wat ik daar noem, het stimuleren van het feit dat gemeenten ook verder kijken dan hun eigen gemeentegrenzen. Daar heb ik ook
voetbalbehoefte aan. Ja. Niet iedereen verzekerd wil dat ze het uitvinden, maar dat met dingen samen. Maar misschien is dat ook die satéprikker van van beneden naar boven. Dat bij uitzeggen. Ja. Als gemeente in een bepaald gebied samen dingen aanpakken. Ja. Bovendien kun je dan ook nog meer, omdat de krachten ook groter zijn. Ja, helemaal terecht. Ja. Maar dat gebeurt ook wel. Dat gebeurt zeker. Dat gebeurt ook al. Dat zou allemaal wel beter kunnen. Maar het is wel de kunst om dat te perfectioneren. Ja. Ja. En daarin zou een provincie te stimuleren ook kunnen zijn. Ja. Ik heb hier heel expliciet even die data genoemd. En dat komt omdat de provincie recentelijk ook heel veel samenwerkt met CBS. Er wordt ook gewerkt aan dat DSO, wat we gezamenlijk gaan invullen. Hè, waar heel veel gegevens over de leefomgeving in vervat zijn. Die gegevensatlassen die er zijn, tegenwoordig ook big data en de hele digitaliseringsspoor. Daar kunnen we heel veel uithalen om dat soort selecties ook te maken. Naast natuurlijk wat u terecht zegt, die werkwijze die we met elkaar beter moeten maken. Perfectioneren. Ja, dit plaatje nog even over als je dus van die opdracht naar beneden wil gaan werken van ja, wat is dan ons product, hè? Even de vraagstelling voor de provincie, dat je eigenlijk een viertal dimensies, even als je dat ziet in een blokje, zou kunnen onderscheiden. Dat gaat om kennis en vaardigheden, nou die moet je in ieder geval delen met stakeholders, hè? Dus we moeten heel breed die discussie gaan voeren. We moeten komen op een slimme aanpak. Elementjes daarvan heb ik net al proberen te noemen. Je kunt het over alles hebben, maar je moet die discussie wel weten te fuiken. Dat moeten we op een slimme manier gaan doen. Aan de voorkant is natuurlijk van essentieel belang de samenwerking met netwerkpartners. Eigenlijk ook scherp hebben wie doet wat en waar ligt dan de overlap, de correlatie, waar moet je met elkaar afstemmen. Dat is heel belangrijk. En last but not least... middelen, hulpmiddelen die je nodig hebt, de hele communicatie die je ook als provincie laat zien wat je doet, ook richting stakeholders, ook richting burgers wellicht. Tools die je hebt, informatiedeling en waar de provincie wellicht ook een rol in kan spelen, juist het delen van best practices. De ene gemeente heeft dit uitgevonden en de provincie ziet dat de andere gemeente met een soortgelijk probleem worstelt. Ja, waarom zou de provincie dan niet de aangever kunnen zijn, hey, ga eens met die gemeente praten. Burgerparticipatie wil ik, dat is natuurlijk een van de grote keywords in de hele omgevingsvisie. Dat kan op verschillende niveaus en ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus het meer faciliteren, daar zit dan toch, van de burgerinitiatieven, best practices en instrumenten aanbieden. Vanuit de fysieke omgeving heeft dat ook een keerzijde, die wil ik toch ook genoemd hebben. En dat is, ik noem even in herinnering bijvoorbeeld, zaken die recentelijk in Drenthe zijn gebeurd, naar aanleiding van de hele energietransitiediscussie en de windmolens, waar groepen mensen vrij opzienbarende dingen, laat ik het zo En dat is wel een aandachtspunt, en daarom noem ik het even, van ja, laat je de schreeuwende minderheid, dat is misschien geen leuke term, maar dan weet u wel wat ik bedoel, laat je die het regeren of gaat het toch om common sense. Hè? Dus dat is wel belangrijk. In het begin van de ontwikkelingen rond omgevingsvisie is er ook sprake geweest van een aantal nieuwe instrumenten. Ik hoor daar de laatste tijd minder over, maar het zijn wel misschien mogelijkheden, een soort participatiemanifest. Dus om de burger veel meer een rol te geven in trajecten. En er wordt zelfs gesproken over een bewonerseffectrapportage. Dus niet alleen een MER, dus dat je een milieueffectrapportage hebt, maar ook een bewonerseffectrapportage. Met die gedachte is ook al eens gespeeld. Wat ik laat me het liefst nog even zou willen laten zien, is gezondheid eigenlijk als een verbindingslijn. Omdat gezondheid met zoveel te maken heeft, liggen er hele goede kansen, denk ik, om gezondheid nou juist als een theeprikker door een heleboel grote thema's heen te trekken. Ik wou dat even laten zien aan de hand van dit plaatje. Waarin we hebben eigenlijk een heleboel binnen de provincie een aantal grote kwantitatieve opgaven, zou ik bijna zeggen. Energie, mobiliteit, woningen, economische zaken, landbouw. Dat gaat vaak over arealen, over aantallen, over zoveel vierkante meter zonneveld. En dat zijn natuurlijk zaken die gerealiseerd
al dan niet moeten worden, afhankelijk van de keuzes die er gemaakt worden. Maar juist in die trajecten zou je dwars veel meer de verbindingen kunnen gaan leggen met kwalitatieve verbeteropgaven. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan thema's als sociale agenda, omgevingskwaliteit, gezondheid zeker, misschien ook wel cultuur, noem maar andere meer kwalitatieve aspecten. En het huiswerk zou je in gedachten al kunnen maken om juist die kruispunten al uit te werken. Om daar van tevoren al over gaan na te denken, wat is nou de link tussen de woonagenda en de sociale agenda of gezondheid? Nou, daar kun je eigenlijk al een formatje van maken waar eventueel die kansen liggen. En dat bijvoorbeeld gecombineerd met betere data over hoe het overal erbij staat. Ja, levert dat al bijna een opmaat naar ja, hoe kun je het selectiever en efficiënter maken, dat hele proces. Ja, en last but not least wil ik even kijken. Zijn we nog even een aantal noties die ik dan toch nog wel zou willen noemen. Waar het op lijkt, nu toe wat we opgehaald hebben, is dat er goede kansen liggen om in ieder geval sociaal en fysiek beter te gaan verbinden. Gezondheid als een verbindingslijn bij andere grote, meer sectorale trajecten in te gaan zetten. Daar liggen kansen. Provinciale rol moeten we daar heel helder voor onszelf, maar ook samen met anderen uitwerken. Uitwerking verder in die omgevingsvisie, dat is logisch. Ja, en dan meer maatwerk mogelijk maken door, ja, ik heb het hier al even genoemd, preselectie van aandachtspunten. En die samenwerking, daar gaat het natuurlijk om. Ja, het vervolgtraject is eigenlijk helder, dat we zitten nu in dat plaatje linksonder, in die voorbereiding van onze visie, dat we nog om de tafel moeten met onze partners in allerlei sessies. En dat moeten we mean en lean, want het is een krap traject in de tijd. Maar we moeten dat echt wel heel goed doen. Maar dat kan daarna natuurlijk ook nog. In 2021, vooralsnog, gaat die omgevingswet in werking. 2024 hebben we, als het goed is, de eerste versie van het DSO. 2025 is nog belangrijk, is het eerste monitoringsrapport van positieve gezondheid. En dat is een heel belangrijk moment ook, omdat daar ja, de eerste resultaten van het hele programma, zoals tot nu toe geformuleerd, duidelijk worden. Ja, en het streven, nou gewoon, we hebben 2040 aangekoppeld, dat we dan met z'n allen naar een positief, gezond Limburg gaan streven. En daar wou ik het bij laten.